Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Altijd. Yo boys and girls. Welkom bij alweer een nieuwe video. En ja, zoals jullie weten, ben ik volgende week. Zoals jullie weten, ben ik volgende week donderdag. 16 maart ben ik jarig, word ik er 24. En zoals elk jaar doe ik dus een stream op mijn YouTube-kanaal. En zoals vandaag, zoals nu komende week, de donderdag, ga ik dus ook een streampje knallen op mijn kanaal. Gaat gewoon een random verjaardagstream zijn, zoals ik vorig jaar ook heb gedaan. Wel, is het kut dat mijn verjaardag nu op een donderdag valt en niet op een woensdag. Want met planning en zo lukt dat helemaal niet zo goed. Maar ik ga gewoon toch een verjaardagstream doen. Om gewoon eventjes mijn content te pushen. Ook al komen jullie niet kijken, dan heb ik toch wel content om online te zetten na de stream. Dus ja, dan heb ik... Na die video heb ik ook weer, en na die stream heb ik ook weer content, dus. Ja, dat is zo'n beetje mijn doel om nu 16 maart live te gaan op YouTube. En gaat geen 12 uur stream worden, gewoon eventjes een paar uurtjes streamen. Ja, en ik ben ondertussen met Sven aan het bellen, zoals jullie horen. En zoals ik weet, ben ik met Sven aan het bellen. En ik hoor hem sowieso ragen en ja, het is echt grappig om te horen, maar kijk, dus jouw volgende week donderdag, 16 maart, is het dus een verjaardagstream van 2 uur, denk ik. Van 2 tot 4 of 2 tot 5. Valt te zien hoe leuk dat ik het heb in de stream. Van 2 tot 5, maximum, ga ik eventjes live gaan op YouTube. Misschien ga ik dan ook ondertussen nog live op TikTok. Dat ik eventjes mijn TikTok ook opengooi voor meer live te gaan. En dat ik dus op YouTube en op TikTok live ben. Dus dat gaan we dan wel zien. Hopelijk ga ik dan YouTube, TikTok. Misschien ga ik binnenkort ook eens streamen op Twitch. Maar dat weet ik nog niet. Ik ga nu vooral op YouTube en TikTok op 16 maart live. Dus kom zeker kijken ofwel naar mijn YouTube of wel naar mijn TikTok. Een van de twee ben ik sowieso live op die dag. Dus als het niet op TikTok is, is het op YouTube. En dus als het allebei is, is het ook allebei. Dus ben ik allebei live op YouTube of wel op TikTok of wel allebei op TikTok en op YouTube. Dus dan heb ik dan die dag weer content te pushen. En ja. Dus dan ben ik waarschijnlijk 16 maart live op TikTok en op YouTube. Op YouTube waarschijnlijk met van alle games kan gaan van Gran Turismo tot FIFA tot GTA. En op TikTok ben ik gewoon live met mijn gezicht en gewoon live aan het gaan met de kijker. Dus ja. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Dus ik hoop dat jullie guys het heel leuk vinden dat ik eventjes een update heb gemaakt voor wat ik ga doen bij 16 maart mijn verjaardag. Ik hoop echt dat ik dan een leuke stream kan hebben. En dan zie ik jullie guys graag terug bij een nieuwe video. Dat gaat vrijdag zijn. Vrijdag weet ik nog niet wat voor een video ga ik pushen. Moet ik in de week nog maar beslissen. Ik denk gewoon over OSL of zoiets ik ga hebben. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Ik weet het was een beetje een rare dag, een rare opname. Omdat ik zo, ja, ik maak deze video. Ik opneem deze video op 2 maart eigenlijk. En ja, dus bedankt voor het kijken. Dat is een nieuwe video. Mijn naam is Altijd Dylan. En jullie kunnen mij dus zien live gaan 16 maart. Van op Twitch.
Nee, ofwel op YouTube, ofwel op TikTok. Een van de twee ben ik sowieso live, dus ja. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Aldrin. Bye bye! Yeah.